Nou, als je wat nieuws wil laten zien, Frank. Krijg je nog iets mee? Er is lang gewacht op de grote, middelgrote zwembeet. Dit was de kleinere, een tijdje geleden op de markt is gekomen. En die is nu vervangen. Er zullen veel mensen blij mee zijn, want er is veel vraag naar geweest. Door dit model. Schitterende afmetingen, prachtige kleuren. Dus deze. Je hebt hem ook in een mooie snoekkleuren. Op helder water kan dat wel eens goed werken. Met name in Zweden, jongens die graag in Zweden vissen. Kan interessant zijn. We hebben hem ook in forel. Daar is hij bekend bij die grote swimbait. Ook een heel mooi kleurtje. Verder hebben we de lang verwachte rapper. Daar ben ik zelf erg enthousiast over. We hebben er 2 jaar lang aan gewerkt om hem echt perfect te krijgen. En dat is hij, dat durf ik nu wel te zeggen. Er zit een goede ratel in. En wat ook heel mooi is, dat bij de geringste beweging hoor je de ratels ook werken. Dat is heel apart voor een jerkbait. Dus als je ook heel langzaam zwemt, heb je die ratel. Nou, er zit een mooie witte stip op de kop. Ideaal tussen de planten door. Je kunt hem net om het fonteinkruid heen laten zwemmen als je wil. Hij lijkt veel op de Screaming Devil. Iets anders is hij. Er zit wel een hele mooie balans in. Standaard gaan we katsu haken en voor een hele schappelijke prijs. Nou, een ander nieuwtje is de Screaming Esp. Dat is eigenlijk het model van Aruku. Met een spinnenblad. Perfect met de trollen. En je kan er fijn mee werpen. Je kan hem heel langzaam net boven de bodem binnen vissen. Er is wel heel veel snoekbaas op gevangen, maar ook snoek wil hem graag hebben. Erg leuk ding, je kan er van alles mee. Een hele mooie kleur ook. Kijk, van fluogeel tot naturel. Dus iedereen kan er wat mee. Een andere nieuwe kleur is de pijkfighter. Heel interessant kleurtje. Het befaamde roze samen met zwart. Dat geeft toch bij de zomer, bij fel zonneschijn, soms heel spectaculaire resultaten. Niet altijd, maar soms is het heel speciaal. Waarom weet ik niet, maar het werkt wel. Dan hebben we nog wat nieuwe sets. De Dull Sets, een hele mooie serie. Met de platte bovenkant zit een ribbel zit erop. Voor ruis onder water. Er zit een hele goede staartactie in. Bij de minste of geringste beweging heeft hij een prachtige actie. Ook als hij daalt. Dus bij het dalende, bij het afzinken. Een hele fijne set. In allerlei maten, van klein tot heel groot. Daarnaast, dit vind ik zelf een van mijn favorietjes. Een klein snoekje. Schitterende staartactie. Je kan alles mee trollen, je kan hem mee werpen. En hij heeft ook nog eens een keer een dit model, een beetje baasachtig. Je kan ook alles mee, heel goed met werpend vissen. Dan hebben we ze ook in klein, dat is een nieuwe serie ook. Dat zijn de Airbellies. Hele mooie modelletjes, afgeleid van een echte baas qua model. Ze zijn hol, je kan er van alles in stoppen. Ratels, noem maar op. En een schitterende staartactie hebben ze. Die zullen ze nog van horen van deze, echt goed. Dan hebben we de nieuwe sets, de bewezen modellen, hebben we erin gehouden. Zoals de 810, dat is een hele populaire set. Alleen ze zijn nu van een nieuw materiaal, veel sterker, echt sterk. En hebben we dus op die staart, is een heel speciaal staart dan, dat is schijn van deze set. Die hebben we dus terug laten komen bij andere modellen. Kijk, dit is een kleiner model, hier verwacht ik ook heel veel van. Hebben we wel hele goede resultaten mee geboekt. Schitterende staartactie, bij weinig bewegen. Hetzelfde model, dan met een V-staartje. Wat groter model, ook weer met diezelfde staart, komt elke keer weer terug. Die staart is gewoon fenomenaal. En heel moeilijk te maken. Dus je zal ook niet snel nagemaakt worden, want het is heel moeilijk om die staart zo te krijgen dat hij tijdens het zwemmen zo blijft staan. Normaal gaat de staart aan de achteren, deze blijft haaks erop staan. Dat is ook zijn kracht.